Dan gaan we nog even naar Heethuizen. In Heetse, daar vind je voor een bijzondere zanggroep met de naam Bijeengeraap. En die zingen al zo'n 19 jaar samen. Komende zondag hebben ze een kerstconcert in de Bombardon. Ik ben een van de medeoprichters van deze groep, de zanggroep Bijeengeraap. Dat is eigenlijk ontstaan na de repetitie bij de Leudalzangers aan het buffet 20 jaar geleden. Toen we tegen een zochten, toen de ene en de andere in de fut ging van, we moesten eigenlijk nog het meer doen. En daar is het eigenlijk goed ontstaan. Eigenlijk hoe het begrip wat toen belangrijk was, of het opkomen was in het Limburgs, dat was het tekenzingen. En in het zuiden was dat een fenomeen geworden en daar hebben we ons een beetje aan geschoerd toen dat hij het. Onze toenmalige accordeonist, Teng van den Heuvel, onze aller Teng van den Heuvel, helaas overleden, die zag, we gaan dat anders doen. En toen zien we eigenlijk gewoon optreden in. Ja, in mensen die ja, niet al dag in de gelegenheid waren om naar muziek te luisteren. Dat waren toen nog 10 bejaardenhoezen. Verzorgingshoezen heette die ook vandaag. En zo heeft dat uitgebreid naar seniorenverenigingen, alle mogelijke vrouwenverenigingen op hun feestavonden en zo. En dat heeft er toch toe geleid dat we al vele honderden optredens achter ons hebben in ruim 19 jaar. Het mannenkoor, de Leudalzangers, waar de meeste van ons lid van zijn, 3 jaar geleden zachten van, we doen dit jaar ons geen kerstconcert, omdat we zo kort op het carnavalsconcert zitten, dat is de Korte Been. En toen hebben we gedacht, als wij dat moeten induiken, doen wij dat. En ja, aangezien ons repertoire een is van contrasten, dat wil zeggen, zoetgevoelige kerstmuziek, maar ook een beetje baldadige jongensmuziek, laat ik het maar zo nemen, op leeftijd. En toen hebben we gezegd, we geven dat een titel, Kerstsfeer met een knipoog. Dus, en dat zit eigenlijk heel verweven in het programma. En wanneer is dat eigenlijk te doen? Dat is zondagmiddag op de 17e december om 2:30 in de grote zaal van het cultuurcentrum De Bombardon in Heetse. En dat toveren wij dan om in een gezellige hoeskamer. Het is zo, wij vragen een entree van 2,5 euro. Dan zult je direct zeggen, dan kon je net zo goed niks vragen. Dat is waar. Maar van de andere kant, wij willen bij benadering weten hoeveel mensen dat bij ons komen. Wie laat je nog zo terecht? Om 2:30 beginnen wij. Maar ik zou zorgen dat je een beetje op tijd zit, want we willen om 2:30 beginnen en dan is het vervelend dat ze een beetje gestommel en rommel in de zaal is. Nou, dan zou ik zeggen, iedereen op naar Heetse toe op. 17 december, 2:30, de Bombardon.